Springen we even over naar de 500-reeks. Of de, sorry, de 600-reeks. Is maple. Figured maple, achterkant. Figured maple zijkant. Sitka top. Nieuw in deze serie is voor 2012 is de nieuwe inleg. En met een kleur-upgrade naar een koi blue. Die hier helaas niet hangt. Dat zou ik graag zien in het echt. Dit zijn dit is de nieuwe inleg die Andy Powers gemaakt heeft. En het zijn soort of disappearing driehoeken, zeg maar. Zoals je dat ziet. Dus met een kleine knipoog naar Asher. Dus erg mooi. Nou, Maple is dus vanzelf een wat hardere gitaar. In de zin van, hij heeft minder body. Hij prikt goed door de mix van een band. Dus speel je daar live mee. Dus dat is het voordeel van Maple. Je hebt een enorme goede projectie tijdens het spelen met een band. Waar je natuurlijk alle frequentiegebieden hebt. En een keyboard die daar zit, de orgel spelen, wat dan ook. De bassist moet zichzelf horen. En Maple douwt daar lekker tussendoor. Dus heel veel kleurenopties.